Om in New York wat te drinken hoef je je bubbel niet uit. Hi. De uitbater doet er alles aan om gasten een veilig gevoel te geven. They space out the time slots so that they can come in and clean it after each use. So I'm assuming it's safe. Al hebben iglo's nou niet echt de charme van een vol café. We have to adjust, right? That's our only option right now. De stad was voorheen veel te druk om ook nog te vullen met terrassen. Met corona kon het ineens wel. Sidewalk cafes were hard to get a license for, but now you have no other choice. It's either that or everybody is out of business. Maar buiten wordt het nu wel erg koud. Overal in de stad worden daarom dit soort installaties gebouwd. Volledige cabines, vaak in een dag in elkaar gezet. Zo'n dichtgetimmerde uitbouw is niet bepaald corona-proof. Hier gelden dan ook dezelfde regels als binnen. Ze mogen maar 25% vol zitten. En dus is er alweer een nieuw concept. Individuele hokjes. In New York vrezen ze een tweede coronagolf. Maar men wil niet weer tijdens de koude wintermaanden opgesloten thuis zitten. En dus wordt er van alles verzonnen zodat men toch buiten de deur een biertje kan drinken. I like it for now, but for the future I hope they will just find the vaccine and finish with it. Barman Jerry kocht online een paar groentekassen. Normaal voor tomaten, nu voor gasten. Our boss is joking that we're trying to grow more guests. En de inspiratie hiervoor komt uit Nederland. There were photos of a bar in Amsterdam that had set up similar greenhouses along the river, and I thought it was a great idea. Yeah, as soon as I saw them, I knew that's what we wanted to do. Goed nieuws voor de horeca. Van de burgemeester mogen de terrassen permanent blijven. I think that the best thing that has come out of COVID for New York City is the street-side dining that's happened. Voor de autobezitter is het minder leuk. Die zijn hun parkeerplek voorgoed kwijt. Ruben Leter, RTL Nieuws, New York.